Christina Olausson uit de Denemarken, die deze week één keer in de fout ging met een call. Nou ja, dat kan gebeuren in een week tennis. Het is een goede scheidsrechter, dus we verwachten eigenlijk geen problemen in deze finale. Het gaat hier om 2 gewonnen sets en mogelijkerwijs allemaal sets die eindigen in een tiebreak. Een mooi vooruitzicht, deze finale hier in Filderstad tussen Justine Hénin en Kim Clijsters. Een Waals-Vlaamse confrontatie, een botsing ook om uit te maken wie nummer 1 van de wereld wordt. Kim Clijsters is het al een aantal weken. Justine Hénin, die natuurlijk grote successen heeft geboekt dit jaar. 2 Grand Slam titels heeft gewonnen. Die heeft een goede kans vandaag. Maar laten we maar zeggen dat het 50-50 is, want in een finale als deze, je weet het maar nooit. Eerste game, Kim Clijsters serveert. Twee weken geleden nog geblesseerd aan de enkel. Ze had toen een ongelukje op de trap in Leipzig. Maar nu weer, zo te zien, geheel fit. En we hebben gisteren ook van Kim een paar spagaten gezien die er niet om logen. En als je dan nog gewoon door kunt tennissen, dan zit het wel goed. Hebben ze 14 keer tegen elkaar gespeeld. Clijsters won 8 keer. Hénin 6 keer. Maar de laatste tijd is er vooral Hénin die wint. Clijsters hier. De titelverdedigster. Vorig jaar won ze de finale van Daniela Hantuchová. Gewonnen door Hénin. Terwijl het eruit zag dat Kim Clijsters de overhand zou hebben. En dan langs. Natuurlijk, goed gedaan van Clijsters. En de eerste game gaat naar Kim Clijsters. Ze laat zich niet verrassen door Hénin. Wel meteen een game met hoogstaand tennis. Nog even los van alle partijtjes die ze ooit vroeger misschien gespeeld hebben in België of in Frankrijk. Voor het eerst op de Tour speelden ze tegen elkaar in 2001 in New Wales. Toen won Kim Clijsters dat eerste duel met 1-6, 6-4, 6-3. De laatste ontmoeting was de finale van de US Open dit jaar. Bij die gelegenheid won Hénin met 7-5 en 6-1. Hénin serveert, tweede game. Oh.
Ja, je mag van deze partij een zeer hoog niveau verwachten. Dit zijn veruit de beste speelsters van de laatste maanden. Eerste ace, Justine Enna. Ja, en dat beste spel, dat hebben ze geëtaleerd bij tal van toernooien. Het enige wat je zou kunnen zeggen, het is jammer dat Serena Williams geblesseerd was en Venus, dan was het nog spannender geworden. Maar ik weet niet of die dit niveau gehaald zouden hebben. Venus denk ik niet, misschien Serena wel. Prachtig snel genomen die voorhand van Kim Kleisters. Snelle, harde voorhand, 30-15. Geschepte bal diep naar de backhand van Enna. Die kon die enkelhandige backhand niet goed laten doorkomen. En dus nu 30 gelijk. Foutje daar van Enna die Kim toch in de moeilijkheden had gebracht. En daardoor nu een breakpunt voor Kim Kleisters. Goede start van Kleisters, 2-0. Een goede start is natuurlijk heel prettig, want dat geeft je veel meer zelfvertrouwen. Belangrijke heren bij elkaar. Waar hebben ze het over? Over tennis of misschien over de beurskoersen? Wie zal het zeggen? We hebben een technisch probleem overigens, begrijp ik nu van de regie. We hopen de actuele platen van de baan heel snel weer terug te krijgen. Jammer, maar we gaan even kort pauzeren, begrijp ik nu. Tot we de beelden van het tennis zelf weer terug hebben. Jammer, maar hopelijk duurt het allemaal maar kort. We zijn zo weer terug bij een 2-0 voorsprong voorlopig voor Kim Kleisters. Hi Jim, sales are up. Over to you. Business changes rapidly, which is why HP ProLiant servers with high-performance Intel Xeon processors can be remotely managed from anywhere. So wherever you are, it's like taking your data center with you. Demand more. Demand HP ProLiant servers. By and by, Lord, by and by.
Dankzij de sterke constructie van onze producten is iedere schakel in onze ketting net zo sterk als de volgende. Hyundai. Always there for you. Rap, fun en funky. What's the Zap Show met de meest bizarre beelden van de week. Maar ook jouw kans om op beeld te komen met jouw home video's. Des te maf, des te beter. En voor meer info, surf naar eurosport.com/watts. Watts, elke zaterdagavond op Eurosport. U bent weer live bij Kleisters en Ena, waar Ena zich fel verzet. Het was 2-0, het is 2-0 voor Kleisters, maar nu een breekpunt tegen. En daar hebben we de break. Alles weer volledig in balans. Jammer voor Kim Kleisters. Maar na de korte pauze van de twee speelsters gaat Ena serveren voor een mogelijke 2-2. Carlos Rodriguez, die natuurlijk toch wat angstig aan de kant zit. Het is altijd lastig als coach, je kunt niks meer doen. Opvallend hoor, 3 games en nu al 2 breaks. De speelsters hebben vaak 3 sets nodig gehad om te winnen of te verliezen. Hun eerste 3 ontmoetingen die gingen allemaal over 3 sets. Dat was in 2001 met onder andere een finale in Rosmalen. Dit jaar nog in San Diego. Een 3 sets overwinning voor Ena. Kan dus best weer een hele spannende partij worden. Ena serveert. Het is 1-2 in de eerste set in de finale van Fielderstad. Afzwaaier hier. Die sloeg ze toch ook al een paar in haar vorige service game. Toen Ena met 30-0 voorkwam, maar daarna niks goeds meer kon doen. Hoewel ik ook moet zeggen dat Kim Kleisters een paar fantastische punten scoorde. Het is een wat nerveus begin van deze partij. Maar ja, er staat ook veel op het spel. Toch de meeste troeven wel in handen. Maar je laat het liggen hier. Hier had ze het natuurlijk af moeten maken, maar die volley is niet goed genoeg. Knappe rally, een hoge bal van Kim Kleisters en dan kijkt Ena daar tegen die felle lampen in en missen. 0-30. Er worden erg veel bewijzen aangeleverd op dit moment van de stress waar de speelsters mee te maken hebben. Want ja, dit zijn fouten die ze toch in normale omstandigheden niet maken.
15,30 in plaats van de mogelijke en verwachte 0,40. U merkt het ook aan de reacties van het publiek. Dit zijn een paar cadeautjes die Kim Kleijsers krijgt van NH 1540. Hoe de speelsters uit bed gekomen zijn. Het is bekend van NN dat ze soms heel slecht kan slapen voor een belangrijke partij. Dat leidt dat meestal niet tot zwak tennis, tot matig tennis. Zij wint vaak de finales. Nu 30-40. Nog één breekmogelijkheid voor Kleijsters. Goede service, 40 gelijk. Game point voor 2-1. Jaagbal kan je zeggen. Langs de lijn. Ze moeten een hoog tempo spelen. Met de kans op fouten. Maar ja, de vorm moet toch een keer komen. Kijk, dit is een prachtbal. Voor de tweede keer juice. Zeer nerveus serveren. En opnieuw voordeel 1-1. Getrouwd met Pierre Ardin. Hier hebben we Pierre. En dat is hem dan. Die bevrijdende 2-2. Het wachten is op het moment, tot het moment waarop de speelsters zeg maar los van stress gaan tennissen. In de eerste game zag het er goed uit, maar daarna hebben we toch vooral veel fouten gezien. Nogmaals, gezien het belang van de wedstrijd, valt dat wel te begrijpen.
Eerste set 2-2. Kim Kleisters serveert. Een bepaald niet content over haar optreden. A love game voor Kim Kleisters. De eerste echt makkelijke game voor een van beide speelsters. Kleisters leidt met 3-2, eerste set. Een Grand Slam in Engeland. Een Grand Slam in Frankrijk. Een Grand Slam in Australië. En weer een Grand Slam dankzij Kia. My baby. Zien en gezien worden, dat is natuurlijk ook dit toernooi in Fielderstad, dat een grote traditie heeft. Het is het oudste proftennistoernooi van de wereld. Met bijna louter grote winnaressen. Vorig jaar Kim Kleisters, dit jaar Kim Kleisters of Justine Ena. Ik heb al de naam genoemd van Martina Navratilova, die dit toernooi 6 keer won. Ja, goed. Er lijkt sprake te zijn van enige ontspanning. ...166 km/u. Het is redelijk, maar niet vreselijk hard. Ook een love game voor Justine Ena. Ze geven elkaar niets toe, ook niet in punten. 18 voor Kleisters, 18 voor Ena. De Belgische koning, als ik het wel heb.
Dubbele fout, de eerste van de partij. Ja, knappe ballen van Ena, wilde ik zeggen en zeg ik ook, maar de afwijking is niet goed. Ze leek het punt daar toch vast in handen te hebben. En dat moet ik zeggen, is tot nog toe wat er ontbreekt aan het spel van Ena. De afwijking is nog niet goed. Maar ik zeg het nadrukkelijk, nog niet goed. Oh, mooi gedaan van Kleisters. Prachtig. 40-15 na die dubbele fout. Alleen maar punten voor Kleisters. Beide punten voor Ena in deze game als gevolg van dubbele fouten van Kleisters. Maar desondanks geen gameverlies. En zo leidt Kim Kleisters na 7 games met 4-3. Beide speelsters 1 break, maar dus eigenlijk virtueel in balans. Boss in Motion. Fragrance from Hugo Boss. Deel de Olympische gedachten met Samsung. Wereldwijd Olympisch partner. Win een reis naar de Olympische Spelen 2004 in Athene of maak kans de Olympische vlam te dragen. Stuur ons een verhaal of anekdote over je favoriete Olympische held en maak kans op deze prijzen. We hebben ook vele Samsung mobiele telefoons weg te geven. Je hoeft alleen maar online op jouw favoriete Olympische held en discipline te stemmen. Wil je kans maken om te winnen? Surf dan snel naar Samsung.com. Samsung, wereldwijd Olympisch partner. Wie mogen hun naam op de wereldbeker schrijven? De finale van het WK voetbal voor vrouwen. Live vanuit de US of A. Duitsland-Zweden. Zondagavond, 7 uur. Op Eurosport. Tot nog toe geen vreselijk goede partij. Maar wel een spannende partij tussen de nummer 1 en 2 van de wereld. Met als inzet de hoofdprijs hier in Filderstad. En belangrijker nog, de nummer 1 positie op de wereldranglijst. Kleisters leidt met 4-3. En zo slaat ze haar tweede ace. Goed het net afgedekt. Kleisters kansloos. 30-15.
Mooie spreiding hier van Ena. Die natuurlijk door iedereen wordt vastgelegd hier. Prachtig die backhand en een soepele game winst voor de pupil van deze man, de Braziliaan Carlos Rodriguez, die al vanaf haar jongste tienertijd in hem begeleidt. Dit is goed serveren van Kleisters. Behalve dan die dubbele fouten. Dit is haar derde dubbele fout. Er staat nog geen ace tegenover. Ter vergelijking, Justine Ene. Geen enkele dubbele fout. En twee aces. Oh, slordig. Het gaat er overigens vooral om wanneer je dubbele fouten slaat. Als je dat doet op deuce of op breakpunt, ja, dan ben je de klos natuurlijk. Maar Kleisters heeft tot nog toe haar dubbele fouten geslagen op momenten die niet van doorslaggevende betekenis waren. Hoewel, nu 30 gelijk. Uit of niet? Oeh, die was maar net op de lijn. En hij protesteert niet, maar het scheelde bijzonder weinig. Waarbij ik toch moet opmerken dat Kim hier een kleine tactische fout maakt. U kunt het trouwens zelf zien. We zien niet waar Ene staat, maar zij stond in de voorhandhoek. Terwijl de backhandhoek open lag. Dus geen game, maar 40 gelijk. Maar goed, dat zijn beslissingen die moet je nemen in een onderdeel van een seconde. En dan valt het speelsters niet aan te rekenen dat ze af en toe fout gokken. En de game gaat toch naar Kim Kleisters. Ze leidt met 5-4. En de spanning neemt toe. Misschien wel een tiebreak straks. Chief executives, they love it when things synchronize. When orders come in, goods go out. When goods go out, components come in. They love distribution they can set their watch by. Because when their supply chain is synchronized, chief executives can spend lunch thinking about growth. UPS Synchronized Commerce.
touch is our professional trademark. Geen verandering in de stand uiteraard. 4-5 gezien vanuit het perspectief van Justine Hénin-Ardenne. Finale Fielderstad. Eerste punt van de tiende game. Dit is de moeder van Kim. Die vaak bij grote toernooien is. Afgelopen jaar, dit jaar ook in Australië bijvoorbeeld. Wij zaten toevallig in hetzelfde vliegtuig. Niet dat dat verder van enig belang is. Fantastisch. Waanzinnig mooie rally van Justine Hénin. Dit is echt hogeschooltennis. Wat fantastisch. Dit noemen ze een koekje van eigen deeg. Wat een scherpte bij Kim Kleisters. Goed voorbereid, hoewel er niks aan de hand was hier. En hij stond een beetje te ver achter de bal eigenlijk. En Kleisters slaat fantastisch toe. De bal ging er net niet overheen. Het wordt 40 gelijk. Ineens komt de setwinst in zicht voor Kim Kleisters. Die bal aarzelt echt hoor. Maar die was nu even voor Vlaanderen. Thank you.
Het was even angstig, maar nu weer een voordeel. Een lichtpuntje voor Ene. Maar die moet heel diep gaan in deze partij. Maar dat weten we. Kleizers geeft niets cadeau. Ene trouwens ook niet. Ja, dat je bolle bal daar naar de backhand, als er dan zeg maar één moment is of één situatie is waarin je Justine kunt aanpakken, dan is dat wel. Zo'n bolle bal met een beetje effect naar de backhand, heel diep gespeeld, dat is altijd lastig voor de kleine ene. Oh nee. Oh, wat een rally. En wat een kansen eigenlijk over en weer, maar toch vooral voor Ena. Maar het is Kleisters die scoort, die haar hoofd zeer koel houdt, die passeert en die op setpoint komt. En in totaal heeft Kleisters ook meer breekkansen gehad dan Ena. Dus in die zin zou Kleisters setwinst verdienen. Wat een geweldige rally en wat jammer voor Kleisters dat ze dan toch in de fout gaat. Want zij dwong en drong een diep in de verdediging. Maar de Waals hield stand. Setpoint weg. Derde keer Juice. Tweede opslag, bijna dubbele fout dus. Nee, ze probeerde weer die backhand aan te vallen. Nu lukt het niet. Na een kleine drie kwartier voordeel voor 5-5. Justine Ena. En die drie kwartier geeft aan hoe lang die rallies zijn. Nog geen 10 games. Kan een set van een uur worden. En er langs. Oh nee, 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 nee. Gemiste kans. En dus 5-5. Alles in balans, maar Kleisters had een hele mooie kans om deze set te winnen. En weer te lang. Toch met de laatste 3-4 punten al wat fouten
hebben we gezien van Kleisters. Dat is link. Ja, dat is heel riskant. Als je naar voren gaat tegen één, dat kan wel, maar dan moet je meteen scoren. Het was niet overtuigend genoeg gespeeld van Kleisters. Te aarzelend. Alsof ze niet wist of ze de volley moest spelen. Of de bal eerst nog de grond moest laten raken. Ze koos voor de zeer moeilijke lage volley. En die levert niks op. ...0-30, tweede service. Oh, en een dubbele fout. H4, en dit is wel een hele dure dubbele fout. De eerste drie werden geslagen op min of meer onschuldige momenten. Maar dit is heel vervelend. Het zijn drie breekkansen. Tegen de dochter van een lijkleisters. Nog steeds voor Kleister, 30-40. Gisteren tegen Mary Pierce stond ze 0-40 op een bepaald moment en met vijf zeer goede services en goede bal erachteraan had ze de game toch snel te pakken. Kansen over en weer, maar voorlopig is het weer 40 gelijk. Opluchting, ontspanning bij Kleisters. Na 0-40 nu voordeel voor 6-5. Op de lijn. Oh. Vreemde rally met moeizame bewegingen van beide speelsters. En hij had moeite met een slice backhand. De bal bleef binnen de lijnen en dus opnieuw juice. Toch weer een breekkans. Voor het eerst meer breekkansen voor Enen dan voor Kleisters. Vijf stuks voor Enen, vier voor Kleisters. En dat is de break. 6-5 voor Justine Enen. En zij heeft nu een fraai uitzicht op setwinst in een partij waarin ze zelf een setpunt tegen had, waarin Kleisters de kans had om te breken.
Een tikje dus voor Kleisters. Die overigens gisteren tegen Mary Pierce 5-4 achter stond. Mary Pierce serveerde voor de set. En faalde volkomen. Nu moet ik wel zeggen, Ene is geen Mary Pierce als het gaat om stressbestendigheid. Pierce staat erop bekend dat ze geweldig kan tennissen. Maar als ze in het zicht van de haven komt, dan wil ze nog wel een schipbreuk leiden. En dat gebeurde gisteren ook tegen Kim Kleisters. Tegen wie ze overigens in de tweede set geen bal meer goed sloeg. 6-0. En zij won van Bovina in een geweldige tweede set. 6-2, 6-4. Zeer verrassende, sterke Russin die Jelena Bovina. Een vrouw van 1,89 meter. Met alles in huis om de top te halen. Maar alles komt nog niet bij elkaar. Maar ze is heel jong nog, Bovina. 2021, net als deze meiden. Je kunt ook op je 25ste nummer 1 van de wereld worden. Het hoeft niet per se te gebeuren als je heel jong bent. Een 6-5. 1-1 serveert voor de eerste set. Finale viel de stad. Ja, ze moet proberen. Ze moet geforceerd tennis spelen. Ga er maar gewoon voor. Jammer voor Kleisters. Het was een rally met perspectief. Mark de Hoes. Zelf een goede speler. Goede sparringpartner ook voor Kleisters bij de toernooien. Haar eerste dubbele fout. Dat biedt misschien mogelijkheden voor Kleisters. 30 gelijk. Kleisters die jarenlang werd begeleid door Karel Maas, die net als Mark de Hoes ook van de Vlaamse tennisschool afkomstig was. Dertig gelijk. Twijfels over die call. Oh, foutje daar, 30-40. Wordt het toch nog een tiebreak? Ja, dit zijn echt de zenuwen hoor. Beide speelsters hebben nog niet de vorm te pakken van de afgelopen dagen. Maar dat komt door het grote belang van dit duel.
Cheers. Prachtig. Oh, ze scoort toch. Allemachtig. Ze liet een kans liggen. Kim Kleisters maakte gebruik van de mogelijkheid om terug te komen. Maar het punt gaat toch naar 1-1. En wat een heerlijke rally is dit. En Carlos Rodriguez die krijgt natuurlijk 3 hartaanvallen daar aan de kant. Het is een setpoint voor Justine Hena. Geweldige punten zijn dit. En dan de laatste fout van Kim Kleisters. Zo wint Justine Achden de eerste set met 7-5. Maar ja, de verschillen zijn zo gering dat ik echt geen voorspelling durf te doen over de tweede en eventueel de derde set. Maar de setwinst is er voor Justine. Wie mogen hun naam op de wereldbeker schrijven? De finale van het WK Voetbal voor Vrouwen. Live vanuit de US of A. Duitsland-Zweden. Zondagavond, 7 uur. Op Eurosport. Hoe leven topsporters naar een evenement toe? M2A. Mission to Athens. Gedurende 1 jaar worden 8 Europese topsporters uit 8 verschillende disciplines op de voet gevolgd. Op weg naar de Olympische Spelen. Een prachtige kans om rechtstreeks mee te maken wat deze mensen doormaken. M2A, elke dinsdagavond om 11 uur, elke zaterdagavond om 6:30 op Eurosport. Lotto, Italian Sport Design. Start van de tweede set met 1 punt dat u gemist heeft van Kim Kleisters. 15-0 voor Kim. Belangrijker is dat ze de eerste set verloor met 7-5. En mocht u net ingeschakeld hebben, u kijkt naar de finale van de Tennis Grand Prix. De Porsche Tennis Grand Prix in Fielderstad in Zuid-Duitsland. En het belang van dit toernooi is immens. Want degene die deze partij wint... Die is officieel de nummer 1 van de wereld. Als Kim Kleisters wint, dan blijft ze nummer 1. Als 1-1 wint, dan is zij de nieuwe nummer 1. Take it. 40, 50.
Eerste Ace Kim Kleisters. Eerste Game Kim Kleisters. Nou, dat is toch een heel lief gezicht. Het is niet te hopen en ik verwacht het ook niet dat Kleisters een tik gekregen heeft van dat verlies van de set. Je moet nu helemaal toch twee sets winnen. En het is een beetje een cliché, ik weet het, maar die speelsters weten dat. Natuurlijk kun je beter de eerste set winnen, dat is een lekker gevoel. Maar het is geen enkele zekerheid. Tweede dubbele fout, Justine Enna, 0-30. Ja, 0-40. Nou, die biedt goede mogelijkheden voor Kleisters. Een snelle break, die ze trouwens ook had in de eerste set, kan haar misschien verder helpen. We hoorden geen lijnrechter. En een break op Love, 2-0. Vreemde start van deze tweede set. Rodriguez is weggegaan van de tribune. Kon dat kennelijk niet meer aanzien. Gedaan. Ja, die voorbereiding naar de backhand van Ena, die was uitstekend. En daardoor was Justine kansloos en kon Kim echt doorgaan. Kijk deze bal. Zo goed, zo scherp. Wat een start van deze tweede set. 10 punten al. 11 punten zelfs al voor Kim. En nu 12. En maar 1 punt voor Ena. Een bliksemstart voor de speelster uit Bree in Vlaanderen. Tweede love game op rij ook. Carlos Rodriguez zit ook weer. Misschien dat Justine er een beetje last van had dat hij er niet zat. Speelsters houden van gewoontes, van dezelfde dingen. Willen niet afgeleid worden.
En als je coach dan even weg is, dat kan lastig zijn. Hoe dan ook, een snelle 3-0 voorsprong in deze partij hier in Fielderstad. Nu zal ze moeten gaan werken aan herstel. Anders kan ze deze set snel vergeten. Time. En hij serveert. Ja, Kleijsers gaat gewoon door. Ze heeft, zoals dat in tennis heet, het momentum, het gevoel. Eindelijk weer zo'n lekker punt voor Justine Henin. Goeie actie weer van Kim Kleijsters. En hij maakt een niet geheel ontspannen indruk. Maar goed, dat zien we wel vaker. En Pierre die eet zijn nagels allemaal op. Maar de game gaat naar Justine Henin. Het wordt 3-1. Ze houdt dus aansluiting in deze partij, in deze tweede set. Het is, laten we eerlijk zijn, maar één break.
Ja, wat een geweldige bal. En laten we hopen dat daar niet iets van een blessure uit voortvloeit. Die valpartij van Kleisters. Het zijn harde banen. Het is niet lekker hoor, dit. Niet lekker. Maar ik geloof toch niet dat er wat aan de hand is. Kijk eens even aan. Iets te kort. Ja, je zag het aankomen. De bal daarvoor was te kort van in. Kleisters Kool slaat toe. Ja, ze gaat gewoon op jacht naar een break. 15-30. Dit is toch weer een andere Enen dan in de eerste paar games van deze set. Alsof ze misschien wel te ontspannen was na de setwinst. Dubbele fout. Haar vijfde en twee breekkansen. Tot nog toe vier breaks. Twee voor Ena, twee voor Kleisters. Geweldig. Wat een talent zit er in deze smash. Prachtig gedaan van Justine Ena. Zij breekt terug en heeft alles weer in eigen hand, ook in deze tweede set. 3-2 Kleisters, dat wel. Office for when you can't get any work done in your own. The HP NX 7000 notebook with Intel Centrino mobile technology. Get more reliability from HP. Ultra high performance from racetracks to your car. Formula technology. Kumho. Nog even een intens moment van Justine Ena, die hier in de finale van Fielderstad de eerste set won. Met 7-5. Nu staat ze met 3-2 achter. Maar ze gaat zelf serveren. Even het voetbaltalent van Kim. Dat heeft ze dan toch van papa Lei. Ze heeft overigens het, zeg maar het flexibele lichaam, als je zo zeggen mag, van haar moeder. Die was gymnaste vroeger. Nooit lekker als je de game moet winnen om op 0-15 te komen. Fuck.
to Bayview 13-1. Prachtig punt, mooie opslag, Justine Hena. 30-15. En weer een ace. Dit is wel heel goed serveren hoor. Dat is dan toch een duidelijk onderscheid tussen deze twee speelsters. Kleisters begon heel redelijk, maar heeft toch een aantal cruciale fouten gemaakt met de opslag. Drie aces achter elkaar. Formidabel. Van 0-3 nu 3-3. De druk ligt weer bij Kim Kleisters en die heeft heel veel pech hier. Dat soort momenten kan ze natuurlijk niet zo erg gebruiken. Deze partij wordt gespeeld onder het wakend oog van koning Albert II van België. Ook een extra stressmoment natuurlijk. Wie herinnert zich niet die partij die Agassi speelde in Parijs op Roland Garros? Tegen, ik geloof, Grosjean. De eerste set won Agassi op zijn sloffen. Bill Clinton kwam binnen en Agassi raakte geen bal meer. Grote kansen nu hoor voor Ena om opnieuw te breken. En dan misschien op jacht te gaan naar de overwinning. Niet zo makkelijk voor Kleisters. Die bal komt op de lijn. Althans. Dat dachten we. Kennelijk niet. De 30 gelijk. Niet te zien vanuit deze camerapositie. Opluchting in het Kim Kleisterskamp, want het zag er een beetje riskant uit bij die 15-30. Maar nu leidt ze toch met 4-3. One new message. Hi Jim, sales are up. Over to you. Business changes rapidly. Which is why HP ProLiant servers with high-performance Intel Xeon processors can be remotely managed from anywhere. So wherever you are, it's like taking your data center with you. Demand more. Demand HP ProLiant servers. Lotto, Italian Sport Design. Concentratie bij de speelsters, enige nervositeit bij de begeleidingsstaf aan twee kanten. Zitten vlak achter elkaar. Iedereen weet hoe ongelooflijk belangrijk deze partij is. Het gaat namelijk om de eerste plek op de wereldranglijst.
En dat is iets wat je natuurlijk altijd op je cv kunt zetten, wat er fantastisch uitziet. Kleisters heeft dat al staan. Nee, nog niet. Maar zij heeft natuurlijk wel twee Grand Slam titels in haar bagage. Zij serveert geweldig. De vorige game 3 aces, nu alweer 1. Ja, mooi gedaan van Kleisters. Buitengewoon moeilijke bal over de hoge kant van het net. Vol bravoure gespeeld. ...15-30. Hier kon Justine en Ardenne niets aan doen. Het was 30 gelijk. En het is 30-40. Het is een breekkans voor Kim Kleisters. Kans op een 5-3 voorsprong. Oh, Kim. Zo dicht bij de break. Ja, met veel macht gespeeld. De voorhand is toch een stapje beter dan de backhand in deze partij. Tweede breekkans. 10 breekkansen in totaal voor Kleisters. Meer dan Inna. De kansen niet benutten. Mocht Kleisters deze partij verliezen, ja, dan mag ze zichzelf dat toch enigszins aanrekenen. Ze heeft heel wat kansen gehad in deze partij. Onder andere ook op setpoint in de eerste set. Kijk, dat is geweldig. Nu doet ze het wel goed. Perfecte balwisseling. Perfect afgemaakt ook.
Oh, net uit. Of niet? Kim Kleisters twijfelt daaraan. Ik durf er geen weddenschap op te zetten. Misschien dat een herhaling uitkomst biedt. Als die bal wel de lijn geraakt heeft, zou dat wel hele dikke pech zijn voor Kleisters. Hier zien we dat. Nee, de bal was uit. De beslissing is correct. Kansen blijven komen. Vier stuks al, alleen in deze game. Twaalf breekpunten voor Kim Kleisters opgeteld. Voor 1 en 7. Dat moet hem zijn. Ja, dat is hem ook. Kim Kleisters loopt terecht en verdient uit naar 5-3. Heel mooi gedaan van Kleisters. Weer zo'n prachtige bal naar de achterlijn. Gaat het hier dan weer mis? Bij 5-5 in de eerste set serveerde Kim Kleisters. Het werd vrij snel 15-40 door een dubbele fout. Daarna brak Ena, die vervolgens met 7-5 de set inpikte. Wat een rally. Ze is bepaald niet ongelukkig, Ena. Maar ze komt wel op 0-40. Het is echt een schitterend spektakel voor de toeschouwers hier. En natuurlijk ook voor u thuis in de huiskamer. Of waar u ook kijkt. Break of love. Toch weer een mentale tik voor Kim Kleisters. To you. Business changes rapidly, which is why HP ProLiant servers with high-performance Intel Xeon processors can be remotely managed from anywhere. So wherever you are, it's like taking your data center with you. Demand more. Demand HP ProLiant servers.
uur gespeeld. Het kan zijn dat de partij snel afgelopen is. Maar het kan ook zo zijn dat het nog heel lang gaat duren. Namelijk een verlenging van deze set die winst oplevert voor Kleisters. En dan een lange derde set. Van mij mag. Het is een prachtige partij. Ja, toch weer een ace erachteraan. Ze heeft een rugzakje met heel veel aces. Ik heb er 7 staan al. Kleisters kan nu toch gaan toeslaan. 2 setpunten. Om een beslissende derde set af te dwingen. Dat is hem. Kim Kleisters wint de tweede set met 6-4. En dat betekent dat we hier in Fielderstad een allesbeslissende derde set krijgen. Voor de winst hier en voor de plek nummer 1 op de wereldranglijst. De familie en de hele entourage van Kim Kleisters heeft er weer hoop op. Want Kim won zojuist de tweede set hier in Fielderstad met 6-4. Start van de derde set. Beslissende derde set.
40-0, goede game tot nog toe van Kim Kleisters. Die zowel de eerste als de tweede set zeer sterk begon. Eerste set 2-0 voor, tweede set 3-0 voor. Heel af en toe horen we dat allee van Ena. Maar iets te weinig eigenlijk. En de game wilde ik zeggen, maar de bal gaat uit. Cadeautje voor Justine. Maar de game gaat nu toch naar Kleisters. 1-0, derde set. Pierre Ardin, de echtgenoot van Justine Hena. Hij is er altijd bij. En Justine heeft ook al een paar keer verteld hoe prettig ze dat vindt. Dat ze de echte vertrouwensmensen om zich heen heeft. Justine heeft een moeilijke jeugd gehad. Moeizame relatie met haar vader. Die ze, als ik het goed heb, ook niet meer ziet. Dus bouw je als het ware een soort nieuwe familie om je heen. Prachtige passen. Ze blijft goed in de rally hier. 1-1 kan niet forceren. En dan deze passing. Inlijsten en aan de muur hangen. Dit jaar won Ena al 7 toernooien.
Waaronder dus Roland Garros en Flushing Meadows. Gemiddeld over de laatste 12 maanden stond ze tot dit toernooi nog iets achter Kim Kleisters. Die 6 toernooien won dit jaar, maar die vorig jaar zeer sterk eindigde. In dit toernooi won Kim Kleisters tot nog toe van Han Tuchova 6-1, 6-1, van Mohes Mo 6-4, 6-3 en van Mary Pierce 7-6, 6-0. 1-1 klopte Conchita Martinez 6-0, 7-6, Elena Dementieva 7-5, 6-0 en Elena Bovina 6-2, 6-4. Dat was de moeder van Kim. Dit is al de 13e finale die Kleisters dit jaar speelt. Ze won 6 kampioenschappen, zoals gezegd. 1-1 speelt haar 10e finale en ze won er van de eerdere 9 al 7. Ze hebben alle twee zo ongeveer evenveel punten gescoord. 76 tegen 77. Ja, mooi punt. Justine Hénin. Die misschien hier een break kan maken. Punt is voor Kleisters, maar het is, en neemt u me niet kwalijk dat ik het woord gebruik, een wat domme actie van Hénin. Als ze hier een klein stapje om die backhand heen maakt, dan kan ze hem niet missen. Maar ze wil het heel mooi doen. 15-30 in plaats van 0-40. En 30 gelijk. Ja, 1-1 slaat als eerste toe in tegenstelling tot de eerste en de tweede set. Een breekvoorsprong voor de Waalse. 2-1. It's one for the money, two for the This is Elvis, the ultimate collection. Can't go, but don't you step on my blue suede shoe. You ain't nothing but a hound dog. 88 of the greatest hits from the king of rock and roll. Well, since my baby left me, will I find a new place to dwell? On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. Four superb CDs, plus this fantastic 24-page full-color Elvis picture booklet. Don't be cruel to who heart is true. We can't go on together with suspicious. Everyone should have an Elvis collection, and this is the one to own. Order your copy now by calling the numbers shown on screen. Get the ultimate tribute to Elvis Presley with the ultimate Elvis box set. It's Elvis, the ultimate collection. Call now. Het voordeel ligt bij Justine Hénin. Ze leidt met 2-1 in de beslissende derde set. Maar goed, u heeft ook gezien dat opslaggames
niet altijd zoveel waard zijn, want in totaal is er al 9 keer gebroken in deze partij. 5 keer door Ena, 4 keer door Kleisters. De backhand van Ena is toch wat minder dan, ja, dan wat we soms zien. Ze heeft er betrekkelijk veel fouten mee gemaakt. Eerlijk gezegd zijn de verschillen minimaal tussen de twee speelsters. Als je één verschil moet aanduiden, is het opslaan. Dat is bij Ena wat beter verzorgd dan bij Kleisters. En de break lijkt zo weer gemaakt door Kleisters. 15-40. Opgeteld 16 breakkansen al voor Kleisters. 11 voor Ena. Tegelijk. Als die eerste service komt, is er niet zoveel aan de hand. Het is wel duidelijk dat het publiek waar voor zijn geld krijgt, voor zijn dure geld. Ze zien een fascinerend duel tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Uit voordeel voor 3-1. 1-1. Ze leek weggespeeld te worden, maar wat komt ze dan toch weer sterk terug? Zeer goede service. Thank you.
Wat een game toch weer. Toch goede kans hoor voor Kim Kleisters. Fout. Kim Kleijs is op voordeel. En wat een game. En wat een belangen staan er op het spel in deze game. Wordt het 2-2 of 3-1 voor 1-1? Als dat laatste gebeurt, ja, dan ik wil niet zeggen dat ze op rozen zit, maar dan heeft ze wel alles mee om te winnen. En de game gaat naar Kim Kleisters, 2-2. Het is met recht een partij die uitmaakt wie nummer 1 van de wereld wordt. De verschillen zijn echt minimaal. Die bal schiet door. Heel vreemd. Dat zie je wel eens op gravel. Je zag het vroeger ook op houten banen nog wel eens. Maar op een hardcourt baan zoals deze, de DecoTurf, zie je dat echt nooit. Geweldige rally, een prachtig punt voor Kleisters. Ze bleef zo gecontroleerd spelen, gaat op het juiste moment naar voren. Hier kan het. En hij had niet veel kansen om te passeren. Deze bal haalt Enij nog wel, maar ze kan er niks goeds mee doen. Wat een spanning in deze partij. Nu weer de leiding bij Kim Kleisters. 3-2. The wireless office. For when you can't get any work done in your own. The HP NX7000 notebook with Intel Centrino mobile technology. Get more reliability from HP.
1E. Toyota. Watch us. Over de afloop van deze partij valt niets te voorspellen. De partij jojoot een beetje heen en weer. Dan weer lijkt Ene het beste van het spel te hebben. Dan weer Kim Kleisters. Nu is weer Kleisters die leidt met 3-2. Nadat ze met 2-1 en een break achter stond. Heerlijk subtiel. Ja, prachtig gespeeld. Wat een dropshot van Justine Hena. Kleister staat ver achter de baseline, dus het moment is goed gekozen. Goed gemaskeerd ook. Pas op het laatste moment kiest ze ervoor om die dropshot te slaan. Nee. Nee, de backhand is niet goed genoeg vandaag. Ik vind die van Kim Kleisters degelijker. Dat is natuurlijk uitzonderlijk om dat te constateren. Kleisters kan hier een tik uitdelen. Ongelooflijk, wat een bal van Ena. Bijna onbestaanbaar deze voorhand. Geweldig punt. Ze leeft nog. Voordeel Kleisters, breekpunt nummer 3. Weer de backhand die het laat afweten.
Kim mag zich het lichte verwijt maken dat ze niet genoeg gebruik maakt van de kansen. Maar ja, wat is verwijt? Als hij hier toch breekt, zijn al die verloren kansen totaal niet meer interessant. Ze knokte hard, ze viel aan, maar ze mist. En dus een voordeel nu voor Justine Hénin, die wat pijn lijkt te hebben. Ik weet niet of het mentale pijn is of letterlijk misschien pijn in een of ander gewricht of iets anders. Je weet het niet. We hebben nog geen blessurebehandeling gehad op de baan. Schitterend, positief punt. En opnieuw Juice. Af en toe wat aanwijzingen vanaf de tribune. De spelers kunnen vaak niet zonder. Dat zie je niet zo vaak. Nu dan eindelijk tweede service. Justine Hénin. Hij was, dacht ik, uit, of niet? Nee, hij is in. Punt voor Kim Kleisters. Dus een breekkans weer. Een twijfelgeval is het minste wat je ervan kunt zeggen. Maar ze krijgt het punt wel. Een breekpunt voor 4-2. En dan te bedenken dat Kleijzer zijn break achter stond. Wordt en blijft Kleijzer dan toch nummer 1 van de wereld. Het ziet er wel naar uit. Wat een geweldige strijd heeft ze moeten leveren voor die positie. In de komende weken zal ze nog hard moeten blijven knokken. Maar knokken, dat kan ze. Dat heeft ze van huis uit meegekregen. 4-2, derde set. Martina Navratilova die gaf een aan de beste kansen in deze finale. Niet zo gek natuurlijk als je kijkt naar de finales die de beide speelsters dit jaar tegen elkaar hebben gespeeld. Onder andere Parijs en New York. Maar nu ligt het voordeel bij Kim Kleisters. 15-0 bij 4-2.
En 30-0. Nee, Ena is het even kwijt. Ja, een ace. Volgens mij pas haar tweede ace. En ze leidt met 5-2. Dat ziet er heel gezond uit voor Kim Kleisters in deze finale. My baby. Office for when you can't get any work done in your own. The HP NX 7000 notebook with Intel Centrino mobile technology. Get more reliability from HP. Het ziet er gezond uit voor Kim Kleisters, maar nog altijd is men er niet geheel gerust op natuurlijk. Mooi gezicht eronder in de hele rij met de Waalse fans en de entourage. Daarboven de Vlaamse groep van Kim Kleisters. 0-15. Ze kan vechten. Ze kwam ook in de US Open halve finale tegen Capriati heel goed terug. Weg van verlies van deze partij en dus ook weer even verder weg van de nummer 1 positie op de wereldranglijst is Justine Hena. Kleisters, het ziet er goed uit voor haar. En dit is matchpoint. Drie verdiende wedstrijdpunten voor Kim Kleisters. Ja, dat is hem. Kim Kleisters wint, houdt haar plek vast op de ranglijst. En geniet u even rustig mee van de festiviteiten bij Kim. En natuurlijk zegt ze, sorry Justine, maar ja, ik kan er maar één winnen. Eén ding wisten we zeker.
België zou hier triomferen. Het is Kleisters. 5-7, 6-4, 6-2. Zij wint net als vorig jaar Fielderstad. En ze blijft nummer 1 van de wereld. En Ena, die zal moeten wachten op een volgende keer. Het was een bij vlagen hele goede finale. Af en toe ook wat mindere momenten. Ja, de spanning was zo groot. En met al die bobo's en alle notabelen erbij kan ik me dat ook wel enigszins voorstellen. Maar ik moet zeggen, ik heb genoten van deze partij. Jammer dat het einde wat minder was. Want na de 2-1 voorsprong en 1-1 kon er zelfs nog 3-1 van maken. Maar daarna ging het een beetje mis met 1-1. Misschien is er iets wat wij niet weten, waardoor ze wat vermoeid geraakt is. Aan de andere kant, ja, bij topsport gaat het erom dat je de laatste punten maakt. En die maakte Kim Kleisters met grote overtuigingskracht. Ze was in de slotfase veruit de beste. U kunt overigens veel over deze speelsters lezen over hun eigen websites. Die van Kim, www.kimkleisters.be, de BE van België. En die andere site is www.justine-ena.be. En als u Frans niet is, wat u misschien gehoopt had, dan kunt u het ook in het Belgisch, misschien zelfs ook wel in het Nederlands, maar in het Engels lezen. De winnares, Kim Kleisters, nogmaals de eindstand 5-7, 6-4, 6-2. Zij wint Fielderstad en blijft nummer 1 van de wereld. Ja, en dan heb ik ergens een papiertje gekregen van de regie. Want ik begrijp dat we ook de ceremonie protocolair gaan meenemen. We wachten even rustig af wanneer dat gaat gebeuren en hoe dat gaat gebeuren. Even een momentopname van een andere finale in Lyon. Waar Rainer Schulte tegen Arnaud Clément leidt met 4-1. 4-1 dus voor Duitsland. U kunt daar straks naar gaan kijken met zijn collega Theo Bakker. Maar ik geloof dat we toch nog even hier blijven om de prachtige ceremonie protocolair mee te maken. Kim natuurlijk een feestje viert en verdient en terecht. Het is een speelster van pas 20 jaar, nummer 1 van de wereld. Ze won nog geen Grand Slam toernooi. Maar ik heb het eerder gezegd, dat moment komt. Als Kim heel blijft, want dat moet je altijd afvragen met topsport. Als ze heel blijft, dan gaan ze zeker een keer Grand Slams winnen. Waarschijnlijk meer dan één. En kijk eens even, Mark de Hoes en Lijkkleisters. De ontspanning is daar. Evelien Koppens daar links, die altijd zorgt dat Kim op en top fit is. En daaronder, ja, dat is ook begrijpelijk, een beetje zure gezichten. Bij Pierre Ardin en bij Carlos Rodriguez, die hadden gehoopt dat Justine nu nummer 1 van de wereld zou zijn. Dat is niet het geval. En ik zeg erbij nog niet. Want Kim heeft nog heel wat te verdedigen de komende tijd. Maar ja, België nummer 1 en nummer 2, dat is geweldig. Het wachten is even tot alles is opgesteld voor de festiviteiten hier in Fielderstad, vlakbij Stuttgart.